Hallo allemaal, ik ben Chantal van Kraftmama en vandaag gaan we zelf Play-Doh maken. Hiervoor heb je 100 gram bloem, 50 gram zout, warm water, 1 lepel azijn en 1 lepel olie nodig, een lepel en kleurstof. Ik heb wel eens vaker Play-Doh gemaakt, dat is een iets ander recept. We gaan nu de kleurstof oplossen in warm water. Ik heb ongeveer 75 ml gebruikt en je doet elke keer een klein beetje erbij totdat je genoeg hebt. Je kunt ook zeker water over hebben. Op deze manier worden je handen dus ook niet gekleurd. Dan pakken we een bak. Dan doen we de bloem hierin. De zout erin. Hier gaat dan de eetlepel olie en de eetlepel azijn bij. En dan gaan we elke keer een lepel van de vloeistof van het water erbij doen met de kleurstof. Zodat je eigenlijk geen poeder meer ziet als je roert. En dat kan de ene keer iets meer zijn dan de andere keer. Dus je moet er echt even op het oog op kijken. Dus elke keer een scheut erbij. Goed roeren. En als het zoals dit eruit ziet, dus dat het, ja, dus je eigenlijk niks meer los ziet liggen, dan kun je het gaan kneden. En dan kun je altijd nog een beetje water later erbij doen. Ik vind het makkelijkst om het zo neer te leggen. En dan kneed het goed door elkaar heen. En dan zie je dat het steeds mooier Play-Doh wordt. Door het hele hete water, dat is eigenlijk gekookt water dus, zal het deeg een klein beetje gaar worden. Als het dan net iets te droog is, dan kun je een klein beetje water erbij doen. Als het dan weer te nat wordt, kun je altijd weer een beetje bloem erbij doen. En dan kneed je het zo erin. Totdat je eigenlijk de structuur van Play-Doh krijgt. En hiermee zul je dus echt je eigen gemaakte Play-Doh maken. In het verleden heb ik wel eens deze video's gemaakt, maar ik vond het wel tijd voor een update, dus voor een nieuw recept. En zoals jullie hier zien, het wordt dus echt heel mooi deeg die je heel mooi kan vormen. En door het zout en het azijn wat erin zit, en ook het, ja, dan zal het ook wat langer houdbaar zijn. Ik zelf doe het gewoon in een zakje. Dan kun je het gewoon een aantal keer gebruiken. Op 100 graden kun je dit ook afbakken. Je droogt dus eigenlijk als het ware in de oven. Hier zijn 3 kleuren die ik gemaakt heb. Je kunt dus eigenlijk iedere kleur maken die je wilt. Nou, dankjewel voor het kijken naar deze video. Hier zie je Riley er ook mee spelen. Het is super leuk om te maken. En is het niet goed, gooi ik het gewoon weg en maak ik gewoon weer nieuwe. Want het kost dus eigenlijk helemaal niks om te maken. Ik heb uitgerekend dat het kost ongeveer 15 tot 20 cent om te maken per keer. Dus het geeft natuurlijk niet om het weg te gooien. Nou, vergeet ook niet om een duimpje omhoog te geven. Zijn er nog meer leuke dingen die jullie graag willen zien? Laat me het dan even weten. Ik wens jullie een hele fijne dag. En onthoud jongens, be unique. Doei.